Erik, wat is er mis bij NEC? Nou ja, goed, wat is er mis bij NEC? Als je natuurlijk even de laatste 2 jaar gaat bekijken, dan zijn wij natuurlijk in het 2 jaar terug, 1,5 jaar terug, toevallig gepromoveerd. En ik vind dat we het daarna gewoon heel degelijk hebben opgepakt in de Eredivisie. En daar valt eigenlijk helemaal niks verkeerds van te zeggen. Alleen nu in het doorpakken, hè, dus weer een tandje hoger, hè, weer de lat hoger leggen. Ja, daar hebben we op dit moment denk ik gewoon in gefaald. Je wint 8 keer op rij gewoon niet. Nee. Ja, goed, de statistieken spreken natuurlijk niet in het voordeel van NEC. Als je ziet dat je de 1 thuiswedstrijd van de laatste 18 geloof ik gewonnen hebt. Ja, je hebt maar 6 goals gemaakt hier thuis in 18 wedstrijden. Ja, dan doen we met elkaar iets niet goed. Ja. Je zegt hij speelt heel erg herkenbaar, maar er is toch ook wel een beetje kritiek op zijn speelwijze. Het is te voorzichtig, vinden men hier in Nijmegen. Ben ik helemaal met je eens. Ik vind het ook veel te voorzichtig. Zeker thuis. Ik vind thuis moet je gewoon binnen de eerste kwartier de eerste goal afdwingen. En ik vind dat we dat te weinig doen als team. Dat stralen we niet uit. Nou, daar begint het wel mee. Aan de andere kant, deze ploeg scoort gewoon moeilijk. Ja, dan bouwt hij wat meer zekerheden in. En dan is niet verliezen belangrijker dan winnen. Nou, en dat zie je wel terug in zijn werkwijze. Want NEC speelt denk ik voor een groot gedeelte om niet te verliezen. Ja, heb jij ook heel wat clubs gehad en ook al heel veel meegemaakt in je trainerscarrière. Dus ook als de druk toeneemt, hoe denk je dat Rogier, voelt hij die druk? Ja goed, ik denk wel dat het voor Rogier nu een andere situatie ontstaat. Hè. Hij is natuurlijk in het begin van zijn carrière en heeft het prima opgepakt. Ik denk ook alle credits terecht. Ja, alleen nu kom je een fase verder en het is misschien nog niet helemaal de tijd om alles te evalueren. Want ik denk wel dat dat nodig is, want als wij deze lijn doorzetten, ja, dan worden wij een degradatiekandidaat. En dat hadden we natuurlijk van tevoren niet gedacht. Nee, heeft mij niet veel te vroeg hier van de torens de ambities uitgeschreeuwd bijna van ticket of play-offs voor Europees voetbal? Nou ja, goed, dat doen toch de mensen op de achtergrond. Kijk, Marcel die streeft naar het hoogst haalbare. Die komt niet voor niks met Sillissen terug, met Tanane. Marques is natuurlijk een topper. Alleen die ene belangrijke schakel voorin, die hebben we hier niet aan de goffert weten te halen. Hè? Een Bjorn Flemings of een Sjoerd Ars in de eerste divisie. Dat zijn jongens, ja, die scoren 20 goals. Ja, en nu is Marques je topscorer met 2 goals. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, gaat het op Twitter sinds Sparta natuurlijk los over Meijer, dat hij weg moet en dat er een nieuwe trainer moet komen. Zelfs jouw naam zag ik voorbij komen. Nou, mijn naam die komt al een jaartje of 7 voorbij. En dat komt misschien omdat ik 100 meter van het stadion woon. Maar nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik bedoel, ik weet dat de Eredivisie zal voor mij een stap te ver zijn. Zo reëel ben ik zelf ook.